Dit is de Fara de Rij, centrale plein in de hoofdstad, Ibiza, oftewel Ibiza stad. En ik begin met een wandelingetje. Ze stoppen altijd netjes hier en dat is wel fijn. Er zijn vele terrassen. Daar worden van die plaatselijke producten aangeboden, alleen nu is het een beetje gesloten, want het is siesta natuurlijk. Hè. Half vier nu. Dinsdagmiddag. Prachtige blauwe lucht. Hè. En dan weet ik dat het daar in de verte in de problemen komt, dat ze daar aan het werk zijn. Dus ik ga hier maar weer even heen. Deze mensen doen wat Spanjaarden zo goed in zijn. Hangen op het plein. Ik heb ook geslagen. De werkzaamheden zitten er niet op te wachten. Ik hoop dat het stoplicht een beetje groener wordt. Ik ga natuurlijk ook gewoon doorlopen met de stop in Nederland. Namelijk die bijna, eigenlijk precies. En het leek me. Dan komen we hier bij de haven. Dan zien we al een boot vertrekken naar Formentera. Klein eilandje te zuiden van Ibiza. Er nog een paar. Vertrekken tientallen per dag. Wie deze zeeman is, daar ben ik nog niet uit. Het is een leuke winkelstraat, zou ik nu niet zeggen. Stukje heen lopen. Er zitten vooral een paar restaurants, fastfoodketens zoals je ziet. Dit is dus een van die boten die steeds richting Formentera vertrekt. En dan maken we een onttrekkende beweging. Daar zien we de paren van de stappen. Wandelpromenade langs het water van de jachthaven. Mevrouw heeft het koud. Het is het niet, maar er staat wel een flinke wind. Dan zien we de toren over de stad uitstijgen. Mensen hangen, genieten van de zon, lezen een boek.
50.000 mensen. Het hele eiland zo'n 100.000. Tel dan er even 4 miljoen toeristen bij. En je weet dat de plaatselijke bevolking in de minderheid is. Deze straat heb ik van de week als heel erg druk meegemaakt. Maar we zeggen het maar weer eens, het is siesta. Dus de winkels zijn dicht. Hier is niet heel veel te beleven. Kijk eens aan, een winkel die open is. Zou het daar wat drukker zijn? Nee dus. Gok het gewoon. We pakken in ieder geval de typische sfeer van de stad mee. Dit is bijna Italiaans eigenlijk. Een typerende pizzeria op de hoek. Allerlei verwijzingen naar blij en vrolijk kom je hier regelmatig tegen. Kwassie van de week, het was echt druk. Deze winkels zijn weer dicht. Prachtig om te zien. Deze bikini is ook gesloten. Wat dat betreft had ik beter een half uurtje kunnen wachten, denk ik. De winkels weer open geweest. Dit doet mij wat aan Cuba denken, dit soort bouw. Dat gebeurt wel vaker trouwens, dat hij erachter met me opkomt. Ik hoop daar eigenlijk nog een leuk uitzicht op de burcht te treffen. Verleng de tocht nog even. Dan zien we daar volgens mij plein Vara de Rij weer. Kijk eens, een prachtig restaurant, denk ik dat het is. Nee, dus, het is het andere plein. Ook erg gezellig.
Dus die nemen we ook nog even mee. Het plein ligt even weinig aan de varenderij. Eigenlijk het meest levendige plein. Wederom terras in overvloed. Dit is dan het varenderij. Los eindjes, goed zo jongen. Dus we hebben het rondje gemaakt. Niet echt een mooi uitzicht op de burcht. Die burcht dateert trouwens uit de tijd van de Feniciërs. En staat op de lijst van cultureel erfgoed van UNESCO. Nou, hier zijn we begonnen, dus laten we hier ook maar eindigen bij deze twee jonge dames.